this track move up. Oh, it's not what we were still doing. And that is the way that Palace can be seen. I've got a discount on the stop listen. That's an influence. Culture TV is signing in. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat vatig in Meati, Srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. De wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Vraag maar Raak Show met Winston, Benny en John. Iedere vrijdag van 8 tot 10 uur 's avonds op Kulturu TV. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Kulturu TV. Welkom in Suriname, 17e rijkste land van de wereld. We horen Kulturu TV open mic bij Alamanka Abwasting. Isabi Kulturu TV is al eenmaal bekend als a channel bij You Can Give You Meaning Like Burger. We gaan met Alamang. En zo ook Oesdonanga Abuna Boyer, geen onbekende bij Kulturu TV. Hij heeft meerdere malen zijn mening gegeven op een correcte wijze. Meneer Boyer, welkom bij Kulturu TV nogmaals. Hoe waren uw dagen? Ah, alhamdulillah. Oké, begin voor Bar Aladdin Baranangassa. Ashwit Odi. Assalamu alaikum. Mogen de vrede en zegeningen van de schepper op u allen rusten. De dagen waren zoals normaal. Niet makkelijk. Niet te moeilijk. We are surviving. Trying to get things together. Elke dag. Proberen en proberen. En met veel hoop. Ja. En lukt het wel. Ja, net als vele anderen. Ik denk van je wakker in je passie. Je hebt zelf zijn naar een ripje. Dus je wilt zeggen, die zijn je front even van dat. Als simpel zijn, die zijn kon reageren en los op het, jongen. Ja.
Diate nasa dengan saya si dag in dag uit. And the face abi una ala si ude. De som si aksi si refi asad nu ulah kwas aman rohering ta bawat. Ade lu lagi is iputu rohering fu yep organisera sistem. And for loss, the simpler dingers up, we weten dat de moeilijke dingers wat tijd gaat kosten. Maar voor de simpele dingers had je gedacht dat het wel heel makkelijk zou gaan. Mm-hmm. Meestal gaat het om dingen die vaak te maken hebben met om de mensen organiseren en motiveren. En gezamenlijk aanpakken en dan is het dan gedaan. Maar dan juist zien wij dat de moeilijke, de simpele dingen, dat het zo ingewikkeld wordt. Dan vraag je, dan je acties er even bij, dan zou ze dan aan de moren begitoren, zou moest gebeuren. Ja? Maar dan, als dit zo moeilijk gaat, is al bijna 5 jaar voorbij, mm-hmm. bijvoorbeeld. En onze wateroverlastproblematiek is er nog steeds en is alleen maar erger geworden. Ja? We hebben het ook nog over de armoede in het land. Natuurlijk begrijpen wij de redenen daartoe. Maar tegelijkertijd blijft de vraag van moet dat erger worden? Toch? En dan natuurlijk gaan we terug. We heren dat maar ook van het is de vorige regering of vorige regeringen. Ja. Maar het gaat om het uiteindelijke organiseren van elkaar, van de mensen, van de Surinamers. En bewustzijn, als we ervan bewust zijn dat we hier op dit stuk land leven, sangat elkaar, van Goedupis Kondere, je zei het net, 17e rijkste land. En als je dat al hoort eigenlijk, moet het duidelijk zijn dat het alleen maar om organiseren gaat. En zodra je nou erin staat, Zolang je niet in staat bent als groep of als organisatie of als politieke constellatie dat te doen, dan ben je nog niet ready voor de job. Want, oké, maar bon, kan zijn gewoon direct, ik zou het ook, meestal weet ik wel slow start, maar het armoedevraagstuk dat onder deze regering, zeg maar, een beetje is verergerd. Net als hoe ik met lip van wil lezen komen, dan waarom de comment dat ooit instak. Regeren staan te kie Brunswick nog kies van eerlijke kans tegenover zang, boterse bekissie, dan maar kies ik onder de voefene. Eerlijke kans, wel if jullie regering of groep zang is telde zich op voet ik abra. A enigste eerlijke kans die ik kan vinden naar dat a electoraat, dus maar soms stem die a mandaat, toch? En if dat niet eerlijk, of if soms in de afgelopen verkiezing, if dat niet binnen eerlijk, dan is het duidelijk dat men dan niet berekend is voor de taak, toch? Want if na verantwoord is aan de man in Luku, en de man heeft tak van op basis daarvan, dan één is men niet goed geïnformeerd dat na een groep zijn tik abra, men heeft zich niet laten informeren, men heeft man nog eens doen bestuderen aan materie, aan tori, wat gaan we eigenlijk doen? Mm-hmm. Er was geen duidelijke planning van hoe we verder zouden kunnen gaan. Ja, want ik denk van als je als politieke groep een land overneemt, moet je uitgaan van de worst case scenario. Toch? What if, als ik daar kom en er is, ik denk van dat je moet eruit uitgaan van dat er 0,0 is, wat doe ik dan? Toch? Hoe trek ik dit, hoe hou ik dit bij elkaar en hoe zorg ik ervoor dat er uit wat er is, dat er een ontwikkeling teweeg gebracht wordt, zodat wij niet kunnen praten over wat we zeggen van eerlijke kans. Eerlijke kans krijg je bij de verkiezing, toch? Mm-hmm. Dat is waarom er verkiezing is. Verkiezingen worden georganiseerd, toch? En als de mensen
die met de stemmen jou de grootste hoeveelheid stemmen geeft. En dan heb je geen eerlijkere kans dan dat je kan krijgen. Ja? Men geeft je de vertrouwen. En vooral de regering zou opnieuw kiezen aan vertrouwen. En ook op de duidelijk van mijn taak net. Nadat, als dat man een taak dat hij, dan is het duidelijk dat men man op zo'n ding gaat doen. Het is niet bestudeerd. De man ook dus, de man daar zei, de man ook van taak. Van de trauma gaan doen, maar de man. Nou, ik bereken van dat te mikos doen van mijn halen, van mijn dwarsan. Maar ik presenteer een plan. En te evalueer een plan bagadang, I guess like na IMF, in de al die tijd. Wel, volgens mij kijk op zaken. Zal je man doen, natuurlijk. In mijn taak, men zegt vaak, simpel. De beste stuurlijst staat aan de wal. Die is nog naar Shoro. Die loopt goed. Die loopt alles aan. Vooral de ballen prijs. Dan je sap alle de oekoe. Vaf kapap bal, vaf laaiap bal enzovoort. En maar pas die door dat paar veld die je ontdekt. Zijn man dat paar veld die maakt mee. Dus dat is gaan gebeuren. Dat men aan de zijkant stond en keek naar binnen. En men dacht van als we 1, 2, 3 maak, dan moest maar lijken. Ah? En terwijl men is op van, hey, dit nou een kondre, dit is geen voetbalwedstrijd, is geen winkel die ik ga draaien. Het is geen bedrijf. Ah? Het is een land bestaande uit een groep van mensen die weer onderverdeeld is in een heleboel etnische groepen. Met heel wat vraagstukken. Niks is 100% goed in place gezet. Dat wist je al contact sinds Fossa verkiezing. Maar ver daarvoor, Fossa onafhankelijkheid, of if you want to begin onafhankelijkheid, if je sabah geschiedenis voor Suriname, dan weet je hoe wij hier naartoe zijn gekomen en wat we allemaal hebben meegemaakt als Surinamers. Ja? Dat, en we zien dagelijks waar we staan nu. Dus het is dan duidelijk dat men hun huiswerk niet had gemaakt, waardoor men dan gaat grijpen voor het makkelijkste uitweg. En dat is natuurlijk de IMF geweest. Want volgens de analyse van Mickey in de afgelopen periode van de andere mogelijkheden die er waren, is er niet genoegzaam gekeken daarna. Toch? If you look at the same stories, IMF attacking, of the IMF put up papier, who you organize this, if you organize a bedrijf leven, organize the middleman, the social zwakkere. Het gaat allemaal om het simpel woord organiseren. Als wij zelf dat hadden gedaan, konden we al heel veel eruit halen, toch? Om eventueel niet eens naar IMF of wie dan ook te moeten gaan eigenlijk. Ik probeer eens doen en doe precies zoals dat moest gebeuren, namelijk organiseren. Zet aan, tjaar structuur kom, tjaar systeem kom. En dan zou dat echt de laatste optie moeten zijn. En een optie die eigenlijk, wetende van de geschiedenis van IMF, van in de afgelopen jaren, Wat is de record? Wat hebben we, wat voor successen zijn er allemaal geboekt in de wereld? En if you sabi en ook toe je voorgaande hebben het geprobeerd. Het IMF is niet nu hier in Suriname bezig. Je ziet het met Infinity. Om je lezen, om je regering contact naar uno tik de man. Uno go in zien naar de man. Dan uiteindelijk ben jij aan de beurt en je zegt, we gaan wel in zee met hun. Dan is het duidelijk dat je daar niet genoeg hebt nagedacht over zaken. Mm-hmm. Want die maatregelen zijn best zwaar. Look at Nono there. En dan nu, als aan voor EWS het play, stroomtarief, opotaptarief. Dan zogenaamd is er nu ook een commissie opgericht die nu de stroomtarieven moet gaan berekenen. Wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Maar dan kies ding
volledig document voor kan bereiken op prijs. Het is eigenlijk al wel naar de aanwezig. Dan komen we op een zaal terug van hoe goed heeft men kijk op zaken toch, die men behoort te kennen eigenlijk. Toch? Hoe goed zijn jouw deskundigen die je hebt gevraagd om naar dingen te gaan kijken? Toch? Heeft mijn regering onderzoek wat materie? Normaal naar de museum echt een museum moeilijk voor om te gaan vinden een punt in tapo. Dat als ik ga doen. Heeft mijn echt goed draaiend regering? Toch? Dan moet ik eigenlijk zodanig te werk gaan dat ik de juiste deskundigen aan het werk zet om ervoor te zorgen dat wanneer ik met de resultaat op tafel kom, dat moet dat dan alle andere zaken uitsluiten. Dat men misschien gaatjes vinden. En als dat gebeurt, dan is het duidelijk van er waren niet de beste mensen die daar zaten om dat allemaal te berekenen. Kijk, ontwikkeling gaat zo en zo gepaard met struggles. Dat het feit dat er maatregelen getroffen moeten worden om de economie op gang te brengen, dat is eigenlijk niet het punt. Het punt is, hoe bereken je dat allemaal? Wat moet precies gebeuren? Wie zorgt ervoor dat de juiste zaken in place gezet worden, gebracht worden, om dan de gemeenschap in het algemeen te trekken naar waar we willen gaan. Je want ontwikkeling. Als je nou in je huishouding of in je organisatie of waar dan ook ontwikkeling teweeg wil brengen, gaat het altijd gepaard met pijn. Dat moet duidelijk zijn. Want Uno tag van jouw kies ontwikkeling door een serie. Without input kan je geen output krijgen. Als je Fino Schwitty de voertuig alle day, if Fino Wambrogo Schwitty, nee, normaal verwacht voor geen succes. In de zin van hoe hard we, hoeveel, hoe diep we gaan nadenken en ervoor wil zorgen dat jouw zaak zodanig wordt aangepakt dat je vooruit gaat. Ja? Dus het punt dat ontwikkeling gepaard gaat met pijn, dat is zo. Mm-hmm. Ja? Het punt naar hoe organiseer ik mijn deskundigen, hoe organiseer ik mijn mensen, de volgers, de inwoners van zo'n land, hoe breng ik ze bijeen om gezamenlijk aan te pakken. Om deze pijn die we allemaal zouden moeten dragen, hoe organiseren wij elkaar om ervoor te zorgen dat het zo min mogelijk gevoeld wordt? En dat is precies waar het misgaat. Als je niet de juiste mensen daar zet, hoe zit Sani, maar je put je mattie, je put je partijgenoot om dat lobbying of omdat je aan jouw stem geeft, of je put je loyalist daar, of wie dan ook, dan is de kans groot dat je geen zuiver document op tafel krijgt, waardoor dan die door een tafra voor challenge ontwikkeling, dat het werkelijk extra zwaar gaat aankomen bij de gemeenschap. Mm-hmm. Want dat is waarmee mensen vooral moeite hebben, hè? Als weet dat en alles aan de man. De beste Surinamers worden waarschijnlijk niet ingezet voor liever een bijdrage naar ontwikkeling van Kondre. Het is altijd close friends, friends and family beleid. Maar wat is één ding die politici de komende periode, want we kunnen naar campagne ding. Wat is één ding dat politici sowieso weg moeten laten tijdens deze campagne? We hebben al verhalen gehoord in de vorige verkiezing over een 200 dagen plan. Die was gewoon, iedereen is erin getrapt, iedereen geloofde het, sabi. Maar, zijn er wel zijn het van politici om kon aan zijn dit boy? Wel, als standaard zijn er wel politici om kon aan leeg. Maar om leeg, je begrijpt dat. En als er een man, een volksleven, moest die naar hij, moest mijn brie
de afgelopen 50 jaar ongeveer, bad en sranande, hoe moest man een grote paniveau voor denken nou nou de elektrische man? Dat hoe moest man gaan in deze soort zuiging morgen? We zien waar we nu staan, we zien wat in de wereld gebeurt, we weten ook al ongeveer hoe makkelijk en hoe moeilijk het zou kunnen zijn om morgen het beter te hebben. Mm-hmm. Dus we, dat allemaal wetende, dat je zegt precies even wat man snapt naar je visie en allemaal kon tegen je wang op. Of vertel je wang op over wat je ontwikkeling komt, zonder er nog niks uitgewerkt en je strapt erin, dan eigenlijk minder, want ik heb politici kwalijk, toch? Want je is een arki en go in een zwaari, dan is het heel erg. Dus like, eerlijk libisma oprecht en kring, denk de politieke leiders of de mensen die go op de voorgrond voor tjara kondre, is het een samen moest doen van tachiba, na de eerlijk naar de serefi, en sap dat al of mijn legi amadisi, mijn legi mijn serefi, en te mijn legi mijn serefi, mijn legi akondre, dus na meer wara ontwikkeling achter, want mijn sap dat als aan is nou leuk. So, ik weet al dat, de vrouw dacht ik net dat ontwikkeling normaal kon door voor zo'n laf weer deed. Maar ik heb voor actie, als hem kiezer, samen wat dacht ik nou, voor mij kan dit deel van jaren naar broer. Wat heb ik voor kort te langen? Wat heb ik doe dit? Wat heb ik zet u in? Wat heb ik scoren hoe schreef je? We gaan eerlijk moeten praten met de mensen echt overtuigen van wat hun allemaal pijn doet. En hoe wij gezamenlijk uit zo'n pijn kunnen groeien. We kennen onze buurten, we kennen ons land als zodanig. Ik wil vanuit dat de politici sabi, hoe sap waar het moeilijk gaat. Dus als ik met jou kan praten en ik jou dat kan uitleggen en jij als volgt het niet weer horen, dan is het aan de andere kant ook een ander gebrek. Hè? Want we takken ook voor de politici, maar atrasina ook toe als volgt moest man. She assigned that thing, ook to end. Want na uit als hem volk a political leader of politici en motto. Ja? Dus if a volk de bewapen den serefi na a kennis, na a capaciteit, hoe kan lees ma poor, hoe kan begrijp en de kringo mit makandra, broer, ja, je actie me gies ding. Maar forward doing, forward sit bijvoorbeeld omgeving, ja, forward sit a kondre. Hoe gaan we onze grondig vraagstuk oplossen? Voor wat doen? Of je bedoelt, mijn potje erop, voor je kan vinden, het is 3 krom of het is 10 krom. Bedoel je dat? Wil je me eerlijk zeggen? Is dat wat je wil? Oké, en dan heb ik me één zaboe. En dan, even look over de campagne, die ook dan je ziet. Dat trui, pet, fraga. Wage besteker, alles aan je prati, money prati. Ik denk dat deze aan het even wat verkiezen. Ik denk dat deze aan het even aan het aparte die strang, alles is de mode. Vraag op, panjaso, alles is op een vraag af aan. Alles me wat kan wat petting, wat trein af aan. Si wage besteker, zo boom, bigi pokeple, muziek en meki, partij muziek en meki. Deze aan het even wat verkiezen. Eigenlijk, als aan het. Ik geef aan hoe onderontwikkeld we zijn eigenlijk. Als uno ik volg, kostem je een partij omdat ik praat terug, dit, dat en de abmoro. En dat naar je zijde hoe kostem, omdat de wat big face en dat. Dan eigenlijk zijn we gefaald als gemeenschap, als land. Want vooral de afgelopen jaren hebben we gezien dat het ons geen nergens vooruit heeft gebracht. Al heeft mijn actie nou alle die man zijn stem voor zijn trui en alle die materiaal zijn die we vinden. En we gingen tegenover de ontwikkeling zijn die ik vind. En dan is het zeker om normaal nog tevreden. Van ja, ik vind wel een trui voor zo'n partij. En ik kan dit trots stap voor weer en nou, omdat als een apartheid doet, ik kan baar respect geven.
Want na, nogmaals, na Asane Goom, die Utika konden uiteindelijk, die Fena konden uiteindelijk, als zogenaamde onafhankelijkheid, ta, voor UNO. Ta. En Uluku van UNO, Sranamang, Chara ontwikkeling kon op gang, om na ongeveer 48 jaar, nou, voor. En Luca Trent voor alle den trui, dan had hij pokus aan draai, de soort van. En we dacht van, oké, wat hebben we generaties op generaties kunnen bereiken? Huh? Kan het opwegen tegen dat allemaal? Het trui, dan had hij niet. Dus eigenlijk, de regering, of de boendraaiend gemeenschap, we moeten keuren af. Toch? We moeten zulke dingen afkeuren. We moeten niet, we moeten, het is wel leuk. Ja, voor trui, voor apartheid, je gogi. Maar dat noem de asan. Toch? Dat noem de meet asan voor marki, sumamoro bigi en sumamoro ching. Asan sa moest de na suma ab a juiste programma, a juiste zomaar, wie heeft nagedacht, welke partij heeft echt nagedacht over hoe dit land eigenlijk te ontwikkelen. Mm-hmm. Een partij, politieke programma, een ontwikkelingsprogramma. Niet voor nu, niet voor, een, voor 5 jaar, want we hebben in 5 jaar in een zodanige ontwikkeling op gang. Vooral in een situatie in Sanseranande no. We hebben dat we in Saïdo, er is zoveel dat veranderd moet worden. Ons onderwijs moet helemaal, opgeknapt worden. Medische zorg, kaartkoen, alle sectoren voor conditie. Het is echt slecht met, het gaat slecht met alles. Mm. Ja? Dus het is onmogelijk om nu weer te gaan stemmen op een partij om dat soort truitjes en eten en pokoe presenteert aan ons als gemeenschap. Ja? Dit moeten we moeten afrekenen met zulke dingen. Ja? We moeten gewoon ervoor zorgen dat zulke dingen ons niet gaat trekken in zodanige wijze dat onze stemgedrag gaat bepalen. Ja. Dat is dan duidelijk hoe na. Geen werkelijk een stemvee, dat is geen zo grof. En al de mannen populair, dan gaan we daar. Op een kwijt primor, dan gaan we dat zien, dan gaan we dat zien. Moro zijn de praatjes, dan gaan we dat zien. Dan eigenlijk, dan unaf godoro. Dan unaf tak moro, atraak om de 5 jaar, heeft na zo'n stem. Dan hoeven we niet meer te zitten praten over de ontwikkeling, want dan hebben we zelf ervoor gekozen. Ja, eigenlijk praten we over het hebben van standaarden, van hoe campagnes eigenlijk gevoerd moeten worden. Want als je de kassanetapordening van nodig, ook de weshitak, boom for money en lolo. Partijen, ik geef boom for money, want petrui, fragane, kost geen zo money. Voor urban potine, kost geen zo money. Het moet eigenlijk een initial level playing field tussen alle partijen. Tussen grote tussen regeringspartijen en partijen zijn een mik aan parlement. Weet je, want wie regeert heeft geld. Suma dit buiten, kan je op money van wie door een sponsor. Toch? Maar eigenlijk een veld nog dicht gelijk. Isabi, ik denk dat wat standaard moest komen van dat. Kijk, dit is het, dit is nou een budget ze alle partijen mag geven uit voor voeren van campagne. Dus als standaard zo en zo moest komen, maar op standaard moest de moro in eigenlijk zang wordt verwacht van een politieke partij. Wat moet hij presenteren aan de gemeenschap? Dat is waarin de standaard gebracht moet worden, toch? Waarmee ga je naar de mensen? Toch? En als gemeenschap, dat is waarom we eigenlijk een assemblée hebben, toch? Om zulke dingen eigenlijk in place te zetten. Toch? Wat willen we eigenlijk uit een verkiezing? Wat verwachten wij als gemeenschap van politieke organisaties? Toch? Wanneer wij dat duidelijk willen gaan standaardiseren en zeggen van
Net als wat we net spraken. Wat is de plaats van de treurtjes en de vlaggetjes en die dingen? Hoe belangrijk, hoe zwaar weegt dat? We willen een duidelijke planning hebben op papier en iets dat uitgewerkt kan worden, iets dat we kunnen zien. En dat zijn dingen die allemaal in zo'n standaard eigenlijk moeten worden opgenomen. Toch? Want dan, en als jou, als die ene nou 10.000 uitgeeft, of wat dan ook zo en zo, als standaard naar voren gaan, naar voren, per partij moeten dan aan money. Toch? Mm-hmm. Maar de feit dat net, als een partij zei regeer, naar een paar money, hoe komt dat? Vaak doe ik dat, omdat toevallig je regeer, je hebt money. Hoe loopt dat eigenlijk zo? Toch? Maar dan is het makkelijk om eigenlijk eenvoudig na te denken dan van, oh, oké, okay. Ik begrijp. Mm-hmm. Dus, wanneer wij zulke zaken gaan standaardiseren, dan zijn deze dingen die dan in place gebracht gaan moeten worden om ervoor te zorgen. Maar nogmaals, het gaat moeten komen vanuit het volk, vanuit de massa, vanuit onze vertegenwoordigers eigenlijk, zou je put op in de assemblee. Ze moeten gewoon hard in soort standaardiseren. Toch, dus een main oplossing van alle vraagstukken die we bespreken is de bewustzijn, bewustwording op educatief niveau, dus voor, op onderwijsniveau, voor een gemeenschapsdrijving. Toch? If een gemeenschap in het algemeen geschoold is, op een bepaalde level, we kan denk ik go in de richting dat hij dan, dan gaat men de politieke partijen eigenlijk kiezen. Die in die richting, op zo'n niveau eigenlijk functioneert. Mm. Want, als we gaan kiezen voor partijen zonder een duidelijke ontwikkelingsprogramma, profiel aangaande kandidaten en wat er allemaal nodig zou zijn voor zulke mensen om te kunnen participeren in het bestuurlijke. Als je deze zaken niet in place hebt als partij en ik ga en ik stem voor jou, dan is er iets met mij. Mm-hmm. Meestal wacht ik in zo'n partij en mijn Chinoan of deze aan die zijde van Odo en toch mijn tang. En als je tang niet hebt voor corrigeren, dan boe, maar als je tang gewoon omdat je loopt de man, dan is er iets mis. Want once on top of others map kritiek no de we go tap a vlak voor volksgezondheid. We zit tap at aan voor AstraZeneca sani line up in a country. Alam heel goed dat ik maar met de kaprek jongen. Wat zijn ze nu maar dat dat kaprek no boom isabi. Olan stop om elisang eba om elanga ba olan stopange. Engeland Groot-Brittannië de ma op een kies die ga bedrijfsrevie samen a vaccinatie. Maar toch weet je dat een minister van volksgezondheid eigenlijk moest komen op die in sma. Amang e, go eigenlijk in een verdediging voor een bedrijf. Amang e teken op dat bedrijf voor tak van, reden waarom wij poeren naar tak, tra vaccinatie die inmiddels aan de moro intrek naar een wandel. Waar je ziet, een rol van een minister teken in een sani, zo'n gevaarlijke situatie zijn ontstaan. So, a rol nou een heel zwakke rol. En we hebben al gezegd, we spraken in het begin al over een vastva regering teka kondre abra. Nou, de man teka na heel veel onzekerheid hoe ze de man teka kondre en de man draaia kondre ook op basis voor eigenlijk de man vier die luku dis en luku dat. Ja, we doen dis, no, we doen dat. Toch? Maar vier die daar en zo. Waardoor een binding naar een volksrevie, naar een strana, een probleem voor de regering, voor Samishi, dat die naar binding, die naar bang, die naar fieri, die naar libi mee. Die naar libi mee. De man daar loopt te zien. Toch? Ze zijn niet gehecht aan wat er eigenlijk gebeurt in de gemeenschap. Men wie? Dus kennis hebben van wat er gebeurt is anders dan gehecht zijn eraan. Mm-hmm. Weet je? Die
die moeten uit if you moeten uit wang gezin ben je nanga dingen op in de en die kom bigi dat no want tak yap binding nanga ding maar mister dat ulop tak hi tak boy mina nanga sleep maybe bi wakana strati tu mi bi ya alisi nanga so tu dat is geen binding hebben met de gemeenschap met het volk dat no want tak yap binding ano omdat iya alisi nanga watra yap binding na gemeenschap ano omdat iwa ka nga so futu of that is it need that thing is when teu ti de deel fu a gemeenschap dai ne mek de fau dat sa in ino go te quando esi gi u folak ah sa use the way to a for length up that is number 1 ja je gaat echt goed moeten nadenken en op den duur te a middel dat die op den duur was aan kon a middel dan je pakking anders aan je gaat men je gaat meevoelen dat je gaat het laten merken dat het erg is toch zodanig dat je normaal gooi naar verdediging van bedrijf je allemaal als heb je de maas aan produceren vaccin na extra guru ma de ma kom de ma bin guru if de ma ko extra guru ja dus ze hebben niks te verliezen dus en tegendeel na minami gemeenschap af was aan te verliezen want if me kies if die unupeg je is amora siki opoja de hebben wij een groot probleem gezondheid zorg de ba bijna overleef en dan krijg je dit erbij toch. Dus doordat er geen echte binding is met het volk zelf, gebeuren zulke zaken waarbij. En eigenlijk dat is komt door onze manier hoe wij nogmaals omgaan met onze zelf hier in het land. En toch? Verdeeldheid zijn de. A zogenaamde lobby zou je takken, maar terwijl we hebben aan de werkelijk. We virus revie, betere moro a trouwen. Ik ben wel in staat om betere medicijnen te hebben. En wat gaat het nou aan als jij nou doodgaat, bijvoorbeeld? Ja. Dat nou eigenlijk zei iemand tegen mij eigenlijk. Toch? Van, ja, hoe vind je adres ik ba? Gebruikbaar. En ja, de maaipoering. Dus die archie zo staan dat dan ben je iemand tegen mij. Wel, oké, maar dan, if we collapse de biggie dat die, dan is het niet zo erg. Ja. Dat je wat tegen me, toch? Want dan, de man zijn die je adressie, ah? De man die je adressie, dan was je tongen toch? Me presenteer, jij bent als bedelaar naar mij gekomen en ik heb jou gegeven, aangeboden, ga en red je volk. En you know, in a binding aan je volk, waardoor in a fear, je denkt dat nou aan, wat wil ik jaren? Misschien voor tek toe, wil ik ook niet tek toe. Ik heb ook genomen, dat maakt het nog erger. Ja. Want hoe dat niet omdat, natuurlijk, nou, mijn soort gevoelde gevallen dat ik gebeur in Agron Taputa. Omdat je tek je dan mijn tek toe. Ja. En dan dat wat je veel mee. Dat is niet meevoelen. Wanneer we meevoelen, gaan we echt goed nadenken. Diep nadenken over zaken. Voordat we het gaan implementeren. Voordat we een ander aandoen. Galo taki. True faith. True lobby. Na pastie wins giatela wan. Sebe wangi serefi. Dat na true lobby. Ano. Je wens wel die atrawan boom, maar eigenlijk die je geld het best. Want eigenlijk, waar het eigenlijk neerkomt, en om mijn geval bij de eigenlijk, eigenlijk smaken de dit op boomvriend fasie, bijvoorbeeld aan laatste van bij de amafa bivisa kisa vaccinatie, gewoon een prikje, en bakarata kon de onderzoek nog kon de wens van a melding meki. En die als journalist naar Omi hoeven met melden vandaag. Minister Gota keer tegen, maar nooit is bewezen vanuit account voor gezondheidszorg dat
if op tien de wel of niet voor aprek je. Ja, dan komen we terug op het volk zelf. Mm-hmm. Onnodig gemeenschap. Dat na, want op de zwakte zou abi. Unaba a pushing power. Je begrijpt hoe. Nee, nagodoro. Nee, nagodoro. Hoe make sand ka onderzoek. Make hoe cha duidelijkheid kong. If we look at Berteland. Now that, that we see that. De man, volk serefi, tere koin opstand voor wansani. Als aan het gebeurt, mm-hmm. hij verandert, hoe dan ook, oplossing ik kom. Maar jana even, want dag want toestaan, bababababab, allemaal goro. En dat leidt, dat geeft dan aanleiding dat we zulke situaties krijgen, waarbij, waar we dan op de duur toch nog als verliezers uit de bus komen. Mm-hmm. Van nogmaals, Libi en Dede, Dena en Ufugado. Dus gade bepaal, otewe Libi, en otewe Dede. Maar natuurlijk, uno Libisma, heb heel wat in onze handen. Toch? Dus wij kunnen heel wat doen. En vandaar dat gade me kwam zijn aan een straf. En dat straf aan elkaar en blessie. Toch? Dus zo en zo, is het onze taak van als mens Sangarogi want klinkering verstaan voor altijd stel een vraag van waarom voor onderzoek voor sap sana achterliggende waarom is het waarom is dat gebeurd want je wil niet dat het de tweede keer moet gebeuren. If je lukt soms want de jaren van de van vliegtuig crash. De ego lukken nou om een jaar de meide bezig en dus ik zei dat plein discretion. Voor mij ben zo een lukken op de programma wel eens. De maak om ontdek, bak om een jaar dat nou Santi ben de motor, want to korrel Santi, daar ben rijver, rijver, je begrijp. Dat wat dat een vraag voor tjara oplossing kon in a tori dat de ma is zo'n gemeenschap. De man bin, dat na zijn kaart binding, zo dacht net, binding na haar volk. Yeah. Ide zodanig deel van een gemeenschap dat je niet schrijftelijk iets op een reden zijde als aan dat het gebeurt. Mm-hmm. Zodat je echt ervoor kan zorgen dat het niet de tweede keer gebeurt. Dat is what we have in our hands. We kunnen dat doen. We hebben de vermogen om dingen zodanig te onderzoeken. Om erachter te komen van waarom is het gebeurd en hoe kunnen we het voorkomen. Maar wij als volk, als deel van als de belangrijkste speler op de Surinaamse, binnen de Surinaamse politiek, onnodig volk, wij moeten ervoor pushen. Wij moeten de mensen ernaartoe dwingen om dat te doen. En we hebben natuurlijk mensen in onze midden nodig om ons te trekken van hey, let's go, let's keep on fighting, let's keep on making effort, make moeite voor kan kies eigenlijk dat wat nodig is om ons of een hoger niveau te tillen, toch te brengen, waar we beter kunnen functioneren en beter kunnen overleven. Mm-hmm. En nono de parlementsrevie de bezigheid discussiëren over loonsverhogingen die parlementariërs, presidenten, voorzitter, vicepresidenten, leden van commissies. En hoe zat dat aan op deze commissie, Emeki? En dan op deze money, de man die bezig is onderhandeld op de commissie. Maar je zegt, op basis van mijn chief, hoe tek ik aan ze zien, want smaad in een gemeenschap samen op samen, dan gaan we even doen zo'n SRD, dan gaan we voort doen zo'n. Dus je schrik het hier de salaris als mij kiezen hier. Kies dat er ook 30 dagen lang. Het parlement deed dat bij onderhandel die president voor kies moeilijk 100 duizend. Vicevoorzitter ook toe, voorzitters. Nange ding gezond, nange ding verzekeringsrevie. Ja. Zulke dingen als de tere de doctoren, zo sari kan sari. En dat je hoop nou en als sari zei je sari, je hoopt dat een massa is. Je hoopt dat een big deel voor een electoraat want zij stem is dat die. Met de bril van
Hey, no, kodisera kan di sini. Uno mus, uno mang gila mana di sini. One, two, three, and there the cans, and four the cans. Ta, that is not what we will. As volk moeten we dat kunnen begrijpen en inzien van, willen we dit? Als wij zeggen van ja, het is goed. We willen een groep mensen daar aan top hebben. Die het beste hebben. En wij zullen maar hier beneden blijven. En voor hun struggelen. Dan is het onze keuze, ja. Maar ik denk niet dat het een gezonde keuze gaat zijn. Het kan nooit zo zijn dat me even de 100 doezen. Dat mijn buurman moet overleven naar een doezen. En dan nog erbij, dan moet er erg punt dat een man naar een doezen, een belasting zou mij niet, nee, waar dat? En nog erbij mij tegen, hij moet ook participeren. Dus ik bedoel, hij moet ook inleveren. Dus na 10 doezen zou mij verdienen. Ik vind het eerlijk dat hij ook moet inleveren. Want dan moet ik van, ik zou 100 doezen of min doezen. Ik moest man met mijn schrijving aan de trouwen in mijn groep. Als je dat bang aan je 1000, is niet zo erg voor jou, man. Ik moet jou vertegenwoordigen, dus in breed in aan mij. Moet blij zijn met mij dat ik beter verdien. Gun me dat. Want dat is de mijn tak ingelopen. Toch? De mensen daar die dat allemaal aan het doen zijn, ze vinden dat wij hun moeten gunnen. Om breed die. Hoe ja, trang aan roko zou dat doen. Dat kwam ik tak net. Voor wij mee trang aan roko. Voor wij mee terug naar Rokko na 5 jaar, van A naar B. Die functionair was afgelopen 5 jaar. En bijvoorbeeld, akkoord binnen mijn broer 1 op 3 of 1 op 7. Ja, 1 op 7, ja. En nu zitten wij op 35. En ik dacht van er is stabiliteit. En vanwege de situatie nu, mij moet niet moest gomoren naar luk toe. Usabba alle den prijs in de winkel, de ba naar luk toe. Je zei verdien beneden de armoedegrens. Is oké, blijf je daar. Ik ga je later, als ik klaar ben, krijg je wel een 100 of 200 of 1000 erbij. Maar ik die daar zit, gun mij. Jullie moeten mij gunnen. Fukang, want if me go zo'n dag naar de man heb naar Amerika of naar wherever in UN, dan inbreed ik hem toch. Dat de man vind ik, inbreed ik de man. En andersom, dat niet. Wij hoeven niet blij te zijn met jullie. Want wij hebben hard gewerkt, 5 jaar. En jullie hebben niks gedaan. Dat is wat er gezegd wordt. Met andere woorden, zegt men van, wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Jullie hebben niets gedaan. Ik heb zo, mijn dina niet, mijn broek of zweet, voor denk ik, voor pora koers voor 3, tjago naar 35. Voor pora brede prijs voor omena binde, 2 SAD, go naar omena binde, 50 gulden. Mijn broek of zweet, voor denk ik, aan dat in de afgelopen periode hebben we nagedacht van hoe kunnen we de inkomsten van de verpleging van de ambtenaar, hoe kunnen we het zodanig terugbrengen dat ze niet kunnen uitkomen. Dit hebben we 5 jaar gedaan. Hoe, ik heb, hoe gun me, hoe give more money, voor die misdoen 5 jaar langer, hoe tjaju go more in pina. Geef me meer geld daarvoor. Dus dan zijn we echt zelfvallig. Dat is wat onze mensen nu in het assemblee doen. En wij als volk moeten wakker worden daarvoor. Van, oh, dit is wat er gebeurt. Ze vragen aan onze zogenaamde vertegenwoordigers daar in de assemblee om in te stemmen
om eens over eens te zijn van Jezus naam. En die voel de uchara kondre God tussen toen en nu. If I were, if in 2015 of 2000 of tussen 2010 en 2020. If you money been there, if you been for Dima $500 om gerekend. Nou je verdien in de 5 jaar, straks 5 jaar af vooraan, misschien $200. Ja. Dan de zijn maar dus nu, taki, je moet ze gunnen. Dat we kunnen aan de kant toch. Put me money back at $500 en meer. Geef me weer mijn $500 en misschien zelf $1,000 en meer. En blijf jij, is het oké als jij op die 500, op die 200 blijft, want jij doet niet zoveel. Wanneer jij slaapt, ben ik nog wakker. Wat doe ik terwijl ik wakker ben? Ik zit na te denken over hoe ik jou meer kan laten pinaren. Hoe ik de multinationals kan bevoorrechten, bevoordelen. Voor mij kan ik voor de manning totaal naar alle die begitte mensen die kunnen dalen voor pora olie. Voor mij kan ik de man dat moro incentive naar alles aan de van oude. Voor mij de man kan ik extra goed doen. Ja? En terwijl de man kan extra goed doen, dan kan ik goed doen. Want de man moet voor goed doen, gewoon naar extra. Dus dan kan ik door ook goed doen. En jullie volk, zijn daarna 0,0. Is niet zo erg. Blijven jullie daar. Gaan jullie wel wat geven? Met elkaar lekkers. We gaan jullie wat korrels geven, wat lekkers. We bij wat snoep goen, we doen wat eisje geld. We gaan jullie chocolade geven. Maar ik moet hier zijn. Anders kan ik niet meer nadenken. Life is life. Wat eigenlijk vraag je af? Een gemeenschap moest doen en zo weinig, plus je moet nog erbij hosselen. Wat is het voor een mens als mezelf? Mij is er vijf van minder. En hij heeft zoveel en hij zoekt nog meer. Amang, hij is nog niet verzadigd. Terwijl mij nog een alibisme, walibisme, ze hebben zijn behoefte. Elke dag eten, minder hoofdpijn, geen hoofdpijn, goede gezondheid zorgen. Maar de mij tijden is reven om ons. Ja, het heeft te maken met je inborst, hè? Als mens, als individu. Ik wil je stellen een vraag net, zo net over. Voor politici moet stellen zich op. If you make a machti, go naar je idee, dan ontwikkelt zich andere dingen daarin jou. Andere kwaliteiten, en die kwaliteiten zijn meestal edelheid en hoogmoedigheid. Biggie fasi, biggie ting. Alles moet een place zijn voor jou, niet voor de anderen. En anderen moeten blij zijn met daarmee. Dus, if you know what you say, like Libisma, God is even taki. Ataki wins om in die Libisma. To one more. Aïn is een fasie voor meester Asanati. Dat iemand horen zich stabiel. Je moet man de wang. Was maar zijn defensie revi. Zijn de eens, zijn de elibi samen naar een gemeenschap voor een. Toch? Zijn je vier werkelijk mee. Toch? If je niet vier mee. Toch? Je rij naar straat. In hoor ik niet dat mij wakker naar zee zie. Dus te wat rijden naar straat. Dan ga je gewoon rijden en een persoon net maken. Ja. En dat is wat we doen. Dat is wat de mensen die waar we naar opkijken, als ze zijn onze leiders, de voortrekkers in het land, politieke leiders van ons. Wij geven hun dan dat gevoel en de positie om dat te gaan doen. Dus we gaan daarmee moeten afrekenen. En ik blijf erbij van, de gemeenschap moet dat in het algemeen gezamenlijk aanpakken. We gaan bij elkaar moeten komen en radicaal deze zaken moeten veranderen.
toch? If we no doing, dan worden wij morgen en de generaties die komen daarna erger. Want eigenlijk, allemaal zijn, wat kon doen in een politiek bijvoorbeeld, of doen in een assembly-discussie ook toe. En als je coalitie bent, coalitie is altijd een meerderheid, en de meerderheid keurt wetten goed. Dan altijd zo'n wet, ik kom aan de man net van uit protest met een ammonie. Allemaal met de kamonie. Een discussie voeren, 3 weken, 4 weken lang. Ja, discussie voeren. Maar wat is het resultaat zelfs? Hoe sabi ba zijn het resultaat. Maar nogmaals, je hebt voor de juiste mensen daar. Je gaat de mensen daar moeten zetten die dat niet als prioriteit ziet. Toch? Zijn is juist als prioriteit voor het programma, voor onderzoek en konja. Want hoe kan je de vrouw niet doen voor de man? Toch? Zo maar bij mij erg. De man onderzoek of de man zijn de nodige contact met de president, naar de minister enzovoort, zijn we op de man niet nodig. Zo maar heb je eigenlijk. De man of de man die onderzoek. De man onderzoek. Dus, je overleeft. Maar man is de rebba. Toch? Maar hij is aan de overleef moren. Maar hij is klaar die kaba. Dus je roko, na voor man dat kon, we kan overleef toen. We kan survive. En ik denk logischerwijs, if you do that, if you roko op zo'n niveau, dat je dankbaar bent aan mijn taak, oké, dat kan ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar, jullie gaan maar grappen. If je je gaat morgen varen, dan na beri wan beri man ook. If na dat de man ta wan ieder man tegen nu toch. Ja. Hij is nou, we eigenlijk zien we geen nut in waarom jullie nog leven volgen. We gaan alleen door, we gaan jullie dan begraven. Maar je hebt wel vier in de kwam kijk, ik heb iets lang in het systeem. Ben je ook bereid te vechten om hoe zetten de stappen tak van? Nou, misa famuzo, maar misa tak mi wano ma doing. Je gaat moeten werken met anderen. Maar je hebt een feeling dat je kan tjara tjentje koto. En in soort positie of, in soort fasie je kan tjara, in soort positie je wande, hoe kan tjara verandering? Ja, zo en zo, alleen zit je kon je zoon, je contact de familie, studying interview this af. Dat is de bedoeling juist. Van je weet dat je ook deel kan zijn van de verandering. Ik wil deel zijn van de verandering. Of ik moet deel zijn van de verandering. Ik moet mijn bijdrage leveren. Toch? En toevallig met de Banawang politieke partij. En met moeite binnen een gemeenschap voor je bijvoorbeeld. Hoe tjara verandering komt. En niet alleen binnen een politieke partij, maar overal waar ik ben persoonlijk, weet ik dat ik mijn bijdrage levert om ervoor te zorgen dat één, op de eerste plaats, de mensen anders gaan denken, dingen anders gaan zien en niet en zodanig dat men gaat werken eraan om ervoor te zorgen dat men op de eerste plaats zelf aanpakt. Hoe tjara verandering komt tot stand. En inzien dat wij niet als individu, maar als collectief, als gezamenlijk dit gaan moeten aanpakken. Dus, miserevi, natuurlijk, mi eluku morona afvolg voor de familie taxo. Ik ben bereid voor ondersteun me, ook voor participeren binnen een bestuurlijke. Dan, ik wil graag dat de man boek met je kenbaar. Van ja, graag, ik wil Oboan si so wamang in een assembly, maar niet per se in een assembly, maar voor de ene bestuurlijke voor kan jepi, voor tjara verbetering kon in een samenleving. Maar dit is wat we nodig hebben. We hebben Surinamers nodig, we hebben mensen nodig die bereid zijn, die willing zijn en die niet alleen, en die bereid is om ook te snapbakken de takjes aan de familie tak Janet. Ik moest me bewijzen, maar daadwerkelijk. Als ik ammonie hoor me drapen, of als ik ammonie hoor me in stand, of ik drapen voor Libatraam en drapen met de familie, leg het net. Toch? Ik moet dat kunnen bewijzen en ik ben bereid om dat te bewijzen. Want ik ben 100% dat ik het kan. Toch? Ja. Ik ben 100% overtuigd van dat
a kennis sam sabu voor agrontap libidisi dat no afu no confutan jaftego en dalak megwe. Dus mi de 100% overtuigd van if mi buko in a positie voor de in a bestuurlijke voor je zit sankong dat nou de one middel en tegendeel had het een middel zijn voor je betrouwen dan voor grokong en voor motto uiteindelijk voor hetgeen waar we jaar in jaar uit klagen. Ik wil af mi wan dat tralisi toos dom if baga 25 mei trajari toos dom omus man tag van wat de volgende ontwikkelingsproject is. Ja, sanatra stap, hey, we waren hier, nu zijn we hier, we kunnen nog verder slimmen. Ja, we moeten eens, na 48 jaar, dan constant weer klagen toch. Over achteruitgang. Ja, het is nu time to speak about the development. Hoe gaan we vooruit? Mm-hmm. Wat hebben we in de afgelopen jaar bereikt? We zijn nu van punt A naar punt B. We kunnen verder klimmen naar betere tijden, betere leefomstandigheden, betere situatie. Gaan we jaar in jaar uit blijven klagen, bijvoorbeeld bij de geringste regenval over wateroverlast. Hoeveel keren gaan we met minister van OW roepen om dezelfde goot te komen ophalen? Hoeveel keren gaan we dat blijven doen? Willen we dat over 5 jaar, na 10 jaar nog steeds doen? Nee, ik wil deel zijn van a systeem bij Ocharu nog meer ervaren dan dat hij. Dus ik zou de mensen oproepen van if de man er eens en de bereid voor ondersteuning dat hij, dan ben ik bereid ja, om mijzelf te zetten als kandidaat voor postmisrevie zodanig dat ik kan door aan niveau. Maar natuurlijk heb je de mensen nodig. Dus if de muzima a pingi voor zich van ja, je man door aan hoeveel leid. Smasa de fanodu fuka putu drape. Mhm. Abuna boyer. Uta kwa moi pi story en me bel bala so pi si sowieso en we gaan vervolg gesprekken hebben sowieso. Want je bent kandidaat dus sandef aksi want dat jullie kandidaat so dat a gemeenschap kan sabi moro. Kijk, dit was Kulturu TV Upa Mike meneer Abuna boyer. Abuna, thank you very much and welcome. Tot de volgende keer. Yes, thank you very much. Atintak mama. Waar is papa? Al mijn vrienden hebben een. Shit man, so weird. They know they didn't think. Big up Kulturu TV. Let me know. Oh baby daddy, say it make na mama. We make the mama na na papa. We make up chinda no man in baka wood. No man in baka, yeah, baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chin down, no man in baka, whoa, yeah. They kiss me, they look me more of this you. This me nanga me na wande no pratin too. This me no look sorry, so so lafu. This me nes don't tap me, knock me tap then too. This me a principle, I'm snell like de luku. Then I meet it for one quality, me suku. They make me honey, then I last like take me butu. Statisticals or me tak, top then I wa musu. The mama lose me, so me me gima sragado me ka look me. Futang sorgu de chindi me a banging. And all a man sa go take ye first a manging. Say de make na mama. We lip lick mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka oh. No mange mbaka yeah. Oh baby daddy why? Why just mama why? We make deep chin down no mange mbaka oh. Yeah. Dat a chin throw a minister of one director. A throw a lirkra of one inspector. Da yo wan bar van ayabe. Ya, ya, yo take it ma van ayabe. Of I sing, of throw a regisseur. Of kan dat throw president adviseur. Da yo wan bar van ayabe. Ya, ya, yo wan go take it ma van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de
they no verstand. They no ma horlo be boom, one they no hand up the boy. That they get lip so lost band up. Boy, she fat de la fumofo, they so fall stand. On roveni na one pain, I feel so brand. Kolo kunede, one take with fang outland. They be mustaki, if them follow crack. Na look over the crack. Tai de make na mama. Take mama nanga papa. We make up team down. No man in baka wool. No man in baka, yeah. Baby daddy, why? Why? Just mama, why? We make up team down. No man in baka wool. Respect the girl de pa. They so good up team. Big up Selly man. Way, kulturu.com. Check it!